Welkom bij deze screencast waarbij we de volgende breuk gaan oplossen. We weten misschien dat delen door een breuk hetzelfde is als vermenigvuldigen van het omgekeerde. Nou, hoe zit dat nou? Ik heb bijvoorbeeld 1 gedeeld door 2 gedeeld door 2. Nou, laten we van die 2 nou eens een breuk maken. 2 eenden. We weten allemaal dat als je een helft hebt en je gaat die nog weer door 2 delen, dan hou ik een kwart over. Dat is het idee. Nou, hoe los je dit nou netjes op? Dan zeg je, oh, ik ga hier vermenigvuldigen met een half. Maar dan moet ik dat hierboven ook doen. Nou, als je dat uitwerkt, dan krijg je in de noemer 2 keer 1 gedeeld door 1 keer 2. Nou, als je iets deelt door zichzelf, is dat het getal 1. Dus hier staat gewoon gedeeld door 1. In de teller hebben we daarentegen 1 keer 1. En 2 keer 2 is 4. Vandaar de term delen door een breuk is vermenigvuldigen van het omgekeerde. Dan kun je ook zeggen, oh, een half gedeeld door 2 eenden is eigenlijk een half keer 2 eenden omgedraaid, een half. Zie je? En dat is 1 vierde. Nou, dat gaan we daarboven toepassen. Dus dan krijg ik 3xy gedeeld door z keer xz gedeeld door 3y. Nou, dan is het even zaak om alles netjes bij elkaar te zetten. Ik heb een 3 en een 3, die zet ik even onder elkaar. Dan heb ik een x en een x, x kwadraat. Ik heb hier een y en daar ook een y, dus y gedeeld door y. En ik heb z gedeeld door z. Nou, iets gedeeld door zichzelf is 1, dat is ook 1. 3 gedeeld door 3 is ook 1, dus uiteindelijk krijg ik als antwoord x kwadraat. Bedankt voor het kijken.